De live-opname is gestart. Welkom. Ik wou bijna zeggen welkom allemaal, maar nee, nog niet allemaal. Ik ga nog heel eventjes proberen de tijd een beetje vol te praten, totdat jullie erbij zijn. Op de achtergrond zien jullie mijn domein. De plek waarvan ik vanuit huis werk. Ik ga hem zo direct eventjes omdraaien, zodat jullie eventjes een blik kunnen werpen. Dus niet vanuit COSA. Dat ging niet, want de demo-meubel, nee, hoe moet ik het zeggen? De paktafel is ook demo-meubel. En de demo-meubel staat op het Crea Weekend in Groningen. Dus geen paktafel. Dus ik kan daar niet live. Maar goed, maakt niet uit. We doen het gewoon vanuit huis. Ik ga jullie even omdraaien. Kunnen jullie zien wat ik voorbereid heb? Kunnen jullie mijn plekje eventjes zien? En dan gaan we beginnen met de baked textures van de Z-Adapter en Emerald Creek. Ik draai jullie om. Oh, dan krijg je natuurlijk een shot. Ik doe het even zo. Anders dan krijg je een shot naar buiten toe. Dat is ook wat. Hup. Nou, hier kom je dus binnen. Bij ons, aan de achterkant. En dan is dit zo de ingang naar de keuken toe met de bar. Daarachter is de kamer. En hier is mijn werkplek. Renate kijkt ook. Ik hoorde van Max dat het heel erg rustig is in Groningen. Zo rustig dat ze aan de 9 zoenen zijn gegaan. En Renate heeft dus gewoon tijd om hier naar te kijken. Nou, leuk Renate. Goed, dit is dus mijn hoekje. Links is het wat ik noem het administratiebureau. En daar doe ik dus ook het beheer van de webshop. Als ik niet bij COSA ben, dan doe ik dat thuis. Nou, dit is een beetje een leuke kast. Nog wat leuke dingetjes. En dit is het meubel van Tim Holtz. Met superhandige laders erin. Kijk, en als ik mijn guillotine nodig heb, dan hoef ik alleen maar zo mijn vingers te doen. Hop, en dan heb ik mijn guillotine. En die gebruik ik dus heel erg vaak. Allemaal laadjes. En die, hoe noem je dat? De Raskok. Raskok. De fantastische kast die, nou ja, de verhuizers niet heel grappig vonden om hierheen te krijgen. Want hij is werkelijk waar niet te tillen. Zelfs niet met 5 hele sterke mannen. Maar het is er gelukt en ik ben er super blij mee. En verder heb ik 2 van die metalen kastjes. Kijk, daar staat er eentje. En daar in de hoek staat er ook eentje. En die vind ik echt super. En dit is de creatieve hoek. En daar staat dus alles klaar. Hey Lau. En daar staat dus alles klaar om vanmiddag de demo te gaan doen voor jullie. Ik ga jullie in de houder doen. En ga eens even kijken of dat allemaal scherp is. Ik wou zeggen even het scherm aantikken. Maar dat kan niet meer. Ik wou het scherm aantikken om scherp te stellen, maar dat gaat niet. Ik had alles al ingesteld, dus ik gooi jullie nu in de klem. Dat wil zeggen, ik gooi de telefoon in de klem. En ja, bijna goed. Nou. Als dat niet close-up is, dan weet ik het ook niet meer. Volgens mij is het misschien wel te close-up, maar nou. Ik ga er maar niet meer te veel aan stellen, want dan wiebelen jullie alle kanten op. Ik denk dat het zo wel gaat lukken. Ik kan er nu niet bij gaan staan, want dit is gewoon te laag. Normaal sta ik altijd als ik aan het demo-meubel of aan de paktafel sta te demoen. Maar nu ga ik er maar bij zitten. Ik kan dus geen reacties zien. Dat kan ik natuurlijk wel, maar dan had ik de iPad erbij moeten hebben. En die heb ik niet gepakt. Maar 10 seconden, dan pak ik hem even.
Ja, daar ben ik met de iPad. Het is toch wel fijn als ik af en toe een blik kan werpen op jullie reacties. Dan kan ik ook gelijk reageren. Leuk, Annette, dat je er live bij kunt zijn. Ja, het beeld. Oh, ik moet af en toe even bewegen, anders dan denken mensen straks dat er niks gebeurt. Oh, geluid uit. Stoel erbij. En let's go. De Baked Textures van Sedapter, die ze heeft ontwikkeld in samenwerking met Emerald Creek. Dat is een bedrijf in Canada. En ze zijn werkelijk heel, heel, heel erg bijzonder. Ik ben er dus maar eventjes mee aan het spelen geweest. En ik ben, nou, zeg maar enigszins verbluft. En waarom? Dat ga ik jullie laten zien. Er zijn feitelijk 6 kleuren. En de Vintage Beeswax, die ik zelf maar in de grote pot heb aangeschaft. En die ga ik gewoon heel veel gebruiken, dat weet ik nu al. Maar voor jullie is die er gewoon verkrijgbaar in zo'n kleiner potje. Laat ik dan maar gelijk met de Vintage Beeswax beginnen. Die doet eigenlijk niet zoveel. Kijk. Die geeft een laagje, maar hij geeft een vintage laagje. Dus om gewoon mee te embossen doet het niks. Maar doe je dat bijvoorbeeld over een pagina uit een boek, zoals ik hier heb gedaan, dan krijg je dus dit gave effect. En ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hier om de letters heen zie je dus de originele pagina. En hier allemaal zit die beeswax. En dat geeft echt een heel gaaf vintage effect. Dat is dus de beeswax. Dan hebben we, waar zal ik eens mee beginnen? De Ancient Amber. Ik zal het potje ook even open doen, dan kunnen jullie het zien. En wat maakt nou die embossingpoeders zo bijzonder? Dat is de structuur en het mengsel. Want het is dus niet één kleur wat erin zit. Er zitten allemaal verschillende tinten in. Ik zal eens even wat uitstrooien. Hier zit nog een ander kleurtje in. Even kijken of jullie dat zo goed kunnen zien. Even kijken hoor. Daar zijn jullie. Zo, kijk. Is dat goed te zien zo? Het licht is een beetje te flats. Maar goed. Jullie zien vast en zeker dat hier allemaal verschillende tinten in zitten. Maar ook verschillende structuren. En dat maakt deze embossingpoeder zo bijzonder. En hier, als je goed kijkt, zie je ook het effect van die verschillende tinten en die verschillende kleuren. Dit is dus de Ancient Amber. Even kijken hoor. Iemand zegt beter zwart papier gebruiken. Nou, ik zal je vertellen. Dat zwarte papier gebruiken, dat heb ik gedaan met de Deep Sea. De Deep Sea is dit. Deze, moet ik zeggen. Ook hier kun je weer heel erg goed zien dat er verschillende tinten in zitten en ook verschillende structuren. Het lijkt wel zelfs af en toe of er wat glaskorreltjes of zo in zitten. Ik zal hem eventjes zo doen weer. Zien jullie dat? Een hele mooie, ja, het is eigenlijk een hele donkergroenblauwige kleur. Vandaar ook natuurlijk dat hij Deep Sea heet. En ik heb hem eerst op zwart gedaan. Oh. En op zwart kreeg ik dit effect. Dus toen zag ik bijna niet dat het zeg maar die blauw-groene kleur is. Dus ik dacht, ligt dat nou aan de ondergrond? Eigenlijk is dat. Zou dat denk ik niet moeten mogen, want hij sluit alles af. Dus je zou de ondergrond niet meer zien, dacht ik. Maar het effect is toch anders. Want kijk. Oh, ik ga uit beeld.
Dit is de diepzee op wit. Als ik ze nou eens gewoon hier neerleg, zou dat goed dan in beeld komen. Zien jullie het verschil? Ik hou ze even naast elkaar. Dus dit is echt... Hier heb ik hem op wit gedaan. Dan is het, zie je echt die prachtige donkergroenblauwige tint. En hier zit diezelfde kleur, die deep sea, op zwart papier. En dan is die bijna zwart. Dus het maakt wel verschil waar je het op doet. Goed, dat was de deep sea. Ik hou het op de witte ondergrond. En dan hebben we de patina oxide. Nou, dat is ook een dingetje, zeg maar. Want kijk eens hoe mooi die is. Dat zijn dus eigenlijk verschillende tinten groen en koper in één potje. En dat zie je ook als je het potje opent. Je ziet dus gewoon de koperen en de groene kleur zitten. Echt super, super, super mooi. Goed, dat is de patina oxide. Dan hebben we de Rocky Road. Nou, die is echt heftig. Die ga ik ook even uitstrooien, want die is... Ja, ik vind hem echt helemaal te gek. Kijk, je hoort het zelfs. Het zijn echt, dit is geen embossingpoeder meer, hè. Dit zijn gewoon korrels. Met verschillende structuren, verschillende kleuren. Even terug doen. De Rocky Road heb ik gedaan op deze. Dit is trouwens een set ook van Set Etter. Een snijmalle set. Even kijken waar ik die kleine nou heb. Oh, hier. Die. En die middelste is dus deze. En de Rocky Road heb ik op deze gedaan, de middelste. En kijk eens. Kijken of ik dat goed in beeld kan krijgen. Dit lijkt dus werkelijk waar net asfalt. Je voelt ook de verschillende diktes. Dus de structuur wat anders is. Dit is echt, als je dit ziet, net asfalt. Pasgelegd asfalt. Het glimt een beetje erg in de camera, zie ik. Dat doet het in werkelijkheid niet zo erg. Maar het is wel zilver en wit en zwart. En ja, ik weet niet wat ze er allemaal in gedaan hebben. Maar hij is heel erg stoer. Echt super stoere, super stoer mengsel. De Rocky Road. En de Dirty Sand. Of had ik die al laten zien? Dan werkt het eventjes niet meer. Dirty Sand, ook verschillende structuren. Verschillende tinten. Met dit als resultaat. En daar moet eigenlijk eventjes wat zwarts onder. Dan kunnen jullie dat beter zien. Dit is de Dirty Sand. En het is gewoon echt... Nou ja, zand dus. En dan hebben we hier de Chunky Rust. En werkelijk, kijk. Het is echt net roest. Ik vind het echt ongelooflijk zoals ze dat voor elkaar hebben kunnen krijgen. Het is dus embossingpoeder, maar normaal gesproken gaat embossingpoeder eigenlijk altijd glimmen als je gaat embossen. Maar deze niet. Alleen her en der, want dat zie je natuurlijk in roestige oppervlakken ook. Dat het her en der nog een beetje glimt, maar voor de rest is het eigenlijk mat. En zie je al die verschillende tinten erin zitten? Echt. Nou, ik vind het echt verbluffend. Dat vind ik eigenlijk het goede woord. En hier laat ik zeker eventjes de structuur van zien, want die is het meest bijzonder van allemaal.
Even kijken, ben ik zo goed in beeld? Ja. Kijk. Zie je dat? Wat een mengsel. Echt geweldig. En hier zie je dus ook her en der een heel klein beetje die deeltjes zitten die straks die voor een deel die glinstering veroorzaken. Even terug in het potje. Oh, dat heb je als de camera pal boven je neus hangt. Dus dit is de Chunky Rust. En daar gaan we nu mee aan de slag. Ik zal nog één keer laten zien. Dat is hem. Oh, en die dingetjes, ja, die wil ik jullie toch ook even laten zien. Maar die zijn ook nieuw. Deze. Die en die. Ik heb er een paar gebruikt voor de baked textures. Dat is een nieuw setje. Volgens mij een nieuw setje. Want soms kom ik dingen tegen en denk ik, oh, dat is nieuw. En dan is het helemaal niet nieuw. Maar volgens mij is dit wel nieuw. Even neerleggen. Dit is een setje van Spellbinders. Deze. Vijf van die leuke, ja, clipjes zijn het eigenlijk. Die je als het ware op je werkje of op een kaart of op een bladzijde in je art journal kunt doen. En daar zitten hele kleine stempeltjes bij. Deze. Handmade by, heartmade by, surprise inside, for you, thank you, made with love, push here, pull here, for a sweet friend, read me, a little something and a gift. Nou, ik heb er een paar opgestempeld, zodat jullie een beetje een idee krijgen van de grootte. Ze zijn gewoon echt schattig. Echt schattig gezet. En die wordt dus zo verkocht als complete set. En hij is helemaal niet al te duur ook. Volgens mij, ik weet het niet, maar zo rond de 15 euro. Ik vond het weer een leuk setje. En dan gaan we nu echt beginnen. Voor zover we dat nog niet waren. Ik heb gekozen om onze stempel Freedom te gaan gebruiken. Even wat wegleggen. Dat is deze. De vogel met het hangslot om zijn nek. Vandaar de tekst Freedom. En die heb ik gepakt omdat ik dacht dat het leuk zou zijn om dat slot te gaan bewerken met de Chunky Rust. Want dan krijg je zo'n roestig hangslot. Dus dat gaan we nu als eerste doen. En daarna, nou, ik heb natuurlijk het een en ander voorbereid, want ik ga niet alles live doen. Dan zouden we 2 uur bezig zijn, of misschien nog wel langer. Maar dit ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik gebruik hiervoor de Versa marker. Want daarmee kun je dus heel, heel gedetailleerd en precies aangeven waar je de embossingpoeder wilt hebben. Laat ik eerst eventjes die eroverheen halen. Anders dan heb ik straks die embossingpoeder overal behalve waar ik hem wil hebben. En dan ga ik nu met die marker, die Versa marker, gewoon aangeven waar ik zo direct die roestige poeder wil hebben. Die gaatjes die laat ik open. Want daar wil ik straks die patina oxide in hebben. Dit is de staat van de vogel, dus die pak ik niet mee. Cooper! Gek! We hebben een hele bijzondere kat. Echt. Hé, je bent in beeld gek. Cooper denkt ook, wat gebeurt hier nou? Ik heb allemaal een extra lamp erbij gezet, zodat jullie goed licht hebben. Enfin, die moet dat eerst weer allemaal verkennen. Dat zijn katten. Nou, Coop, ga eens weg. Hop. Dus, dat was onze Cooper. Goed, dan ga ik nu de Chunky Rust eroverheen strooien.
Ik ga zoveel mogelijk alles proberen in beeld te doen. Nou, dat is... Kijk, zo ziet het mooi. Oh, uit beeld. Daar waar ik het hebben wil. Ik gebruik de nieuwe embossing foam van Wow. En ik ga dus nu herrie maken. Die heeft twee standen. Eentje als je hem niet zo heet wil hebben en eentje als je hem wel heet wil hebben. En voor deze embossingpoeder is het erg fijn als die heet staat, want dan gaat het, op de een of andere manier smelt het dan mooier. Dus ik zet hem even aan. Even wachten tot hij op temperatuur is. En het grappige is... dat je bijna niet ziet dat hij smelt. Dat je dus bijna niet ziet dat hij smelt en dat komt omdat er bijna geen glimmende deeltjes in zitten. Ik ga nu een tweede laagje aanbrengen door weer met die Versa marker eroverheen te gaan. Ik pak nu eventjes de brush. Even bij herrie maken. Zien jullie het effect al komen? Ik kom denk ik... Oh nee. En voor een nog gaver effect ga ik er nog een keer overheen. Dat hoeft dus niet met al die poeders, maar dat roestige is wel leuk, omdat je dan ook die verschillende lagen in het roest goed te zien krijgt. Want door het oxideren heeft roest dus zeg maar verschillende lagen. En dat bood je op die manier na. Nou, laatste keer. Ik doe even het overtollige terug in het potje. En dan breng ik nu Cooper. Hey, ga eens wieberen. Weer met de marker. In de gaatjes, zeg maar. En dan daar waar je zeg maar het geoxideerde effect wil hebben, zet je hem aan. Beetje hier, beetje daar. En dan pak ik de patina oxide. Laat maar even terug.
Eens even kijken of ik dat goed kan laten zien. Volgens mij wel, hè? Volgens mij kunnen jullie prima zien zo. Alleen het beeld flikkert een beetje en ik weet niet hoe dat kan. Maar volgens mij kunnen jullie prima zien zo dat, nou, dat het gewoon echt net roest lijkt. En dan een beetje dat groenige, dat oxide er doorheen, maakt het gewoon, ja, vind ik helemaal af. Dan ga ik nu de vogel, oh, even snel inkleuren. En ik kan ervoor kiezen om het niet te doen. Maar dan krijg ik weer vragen, waarom laat je niet zien hoe je dat doet? Dus ik doe het maar even snel. Want feitelijk is het zo gebeurd. Ik gebruik daarvoor de oxide-inkten. Omdat we straks de vogel gaan bevestigen op een achtergrond van oxide-inkten. En ik pak mijn waterpenseel. En waar zal ik eens even mee beginnen? Ik denk dat ik deze een beetje paarser ga maken. En ik ben dus echt helemaal geen kleurder. Maar geloof me, dit kan iedereen. Dit is echt. Geschikt voor ook mensen die niet kunnen kleuren. Zoals ik. Ik zie soms echt de meest waanzinnig mooie, bijna, ja, hoe moet ik het zeggen, ingekleurde afbeeldingen voorbij komen. En ik denk, wow, kon ik dat maar? Maar nee, dat is mij niet gegund. Maar nogmaals, dit lukt wel. Zo. En een vogel kan heel veel kleuren hebben. Dus het maakt eigenlijk ook allemaal niet zoveel uit wat je doet. Gelukkig maar, want anders dan kwam het nog niet goed. Ik maak tussendoor mijn penseeltje schoon aan een stukje keukenrol. Laat ik hem eerst maar even helemaal die groenige kleur geven. Een beetje hier nog. Een beetje geel op zijn buik of zo. Doet het altijd wel goed. Een beetje onderaan zijn koppie. Nou, waarom dan ook niet een beetje op zijn vleugels? Zo. Dus nogmaals, verwacht van mij niet een cursus kleuren. Nou, ik zie dat ik nu een beetje de mist in ga, want ik heb die vleugel paars gemaakt. Nou, een beetje bijwerken dan maar. Zo. Nou, dat is best goed toch? Ik vind dat het wel kan zo. Dan heb ik natuurlijk heel veel inkt nog hierover, maar nou. Dan halen we het maar weg. Zo. Ik blaas hem even droog. Want ik ga hem gelijk uitknippen en verwerken. De snavel kleur ik gewoon eventjes in met een marker. Toch maar even de andere kant. Zo.
is rood. Ik ga hem even uitknippen. Met dat kleine schaartje van Tim Holtz, want ik vind het werkelijk een topschaartje. Moet ik nog steeds in beeld? Ja, zo. Toen was het even stil, want ik ben natuurlijk heel aandachtig aan het knippen. Nou, ik ben de staart vergeten te kleuren. Dat heb je als je het even snel wil doen en jullie niet te lang wil laten wachten. We hebben het er trouwens ook over gehad om bij een aantal stempels misschien dies te laten maken. Zodat je ze dus niet meer hoeft uit te knippen, maar kunt uitsnijden. En wij zijn natuurlijk eigenlijk heel erg benieuwd of daar behoefte aan is. Even een klein dingetje tussendoor. Zeggen jullie van nou, we knippen wel? Of nou, het zou toch wel heel fijn zijn als bepaalde stempels voorzien werden van een snijmal. Ik ben zelf niet zo van het knippen. Dus ik neig wel naar een snijmal. Zo. Kijken of er gereageerd wordt. Nee, wordt niet gereageerd. Ben ik wel te verstaan eigenlijk. Meestal vraag ik dat wel even, maar dat heb ik nu niet gedaan. Zo. De bird. En wat ik dan altijd doe, en dat weten jullie van mij, is even de randjes met een marker, zodat je niet tegen de witte zijkant van het papier kijkt. Doe ik dat nog steeds allemaal netjes in beeld? Ja. Dit is echt heel erg weinig werk. Maar het is een wereld van verschil. Zo. Niks vergeten. Ik ga even snel die die staart paars maken. Dan kan ik dat niet meer vergeten. Nou, ik vind het wel goed. Zo. En dan gaan we naar de achtergrond. Ik heb al een achtergrond gemaakt. En die heb ik gemaakt met de stressoxide. In de kleuren Dusty Concord, Evergreen Bow en Blueprint Sketch. Toen dat klaar was, vond ik hem mooi. Maar hij miste nog iets. Maar ik wilde niet iets heel fels erop. Dus wat ik toen heb gedaan, is nog wat spatjes gemaakt met fossilized amber. Dus dat is de achtergrond van deze kaart. Vervolgens heb ik met onze stempel The Wall. Dus eigenlijk moet je hem zo zien.
een afdruk gemaakt met Versamark. En daar zit op de Ancient Amber. Dus ook een baked texture. En deze liet ik net aan jullie zien. Dat is de Ancient Amber. En dan zie je ook dat dat dezelfde kleur is als hierop zit. In eerste instantie was ik van plan om de kaart zo te maken. Toen dacht ik, oh ja, ik zal jullie wel even laten zien. Deze komt er straks bovenop. En zie je hoe mooi roestig die is. Pardon. Dat is dus echt net roest. Ik laat het jullie zo zien. Deze, ik was eerst van plan om het zo te doen. En dan iets met de vogel. En toen dacht ik, dit is veel te zwaar. Dus, toen heb ik hem gedraaid. Op. En toen vond ik het nog niet goed. En uiteindelijk dacht ik, hij moet zo worden. En dat het een muur is, nou, daar zie je helemaal niks van. Het is gewoon een mooie achtergrond. Goed, ik laat jullie straks de rest zien. Er moet ook nog wat spannends overblijven. Ik ga deze voor jullie maken. Want die heb ik al voorbereid. Namelijk hier. Deze heb ik uitgesneden met een van de Mixed Media Dice van Tim Holtz. Ik heb heel weinig dice. Dat zul je misschien niet geloven, maar dat is echt zo. Maar ik heb wel een paar goede basis dice. En dit vind ik er één van. Hier zitten er natuurlijk 3 in. Maar deze heb ik nu gebruikt. En 2 keer uitgesneden. Uitgesneden met stick-it op de achtergrond. Dus deze plakt zo direct gelijk als ik dat sticker eraf haal. En ik ga nu de een op de ander plakken. En dat laat ik dus jullie wel even live zien. Dit is dus de sticker die ik er nu vanaf haal. Dus dit plakt nu heel erg. En deze gaat op de andere. Dat is even een secuur werkje. Zo. En deze ga ik dan nu weer bewerken met de patina oxide en de chunky rust. Ik moet nog even een beetje wennen aan de namen. Ik wil deze hoofdzakelijk in patina oxide hebben. En waarom, dat zien jullie zo direct. Dus ik ga nu een laagje aanbrengen. Ook weer gewoon embossing inkt, maar dit is in een dabber. Die is voor grote oppervlakken. Zo. En hier gaat dus de patina oxide op. En dan moet ik toch weer even herrie gaan maken. Dat embossen doe ik eigenlijk liever niet live. Vanwege de herrie die je continu hebt. Maar goed, het is eventjes niet anders nu. Het is echt te gaaf om niet aan jullie te laten zien. Dus daar komt hij weer.
Is dit al het wauw-effect of niet? Kunnen jullie dat goed zien? Oh, jongens, het is echt lastig hoor, om dat goed te laten zien. Even een zwart stukje papier. Nu wil ik her en der ook nog wat roest. Dus ik ga her en der met de dabber gewoon random nog wat doen. Even mijn potje patina dicht. Zo. En kijk eens hoe gaaf dit is. Ik zie trouwens dat ik helemaal op mijn iPad jullie reacties niet zie. Het is heel bizar. Ik zie ze in mijn telefoon wel als ik daarop zou kijken. Maar niet op mijn iPad. Dus nee, aangezien ik niet de hele tijd op mijn telefoon kijk, want dan ben ik mee aan het filmen. Schieten die reacties er nu eventjes bij in, maar dat komt vanavond wel weer goed. Goed. Deze. Nee, ik ga eerst nog even wat anders doen. Of niet? Ja. Ik moet even denken hoor, want wat ga ik doen? Oké, laat ik maar vast zien, laat jullie laten zien wat de bedoeling is. Dit is de basiskaart. Deze komt daar zo direct op. En volgens mij kan ik dat nu al wel doen. Ja, want ik heb jullie verteld hoe ik deze heb gemaakt. Dus die kan er nu op. Eens even kijken of we dat zo allemaal netjes doen. Yes. Dan komt die. Of eigenlijk deze. Deze had ik al gemaakt. Deze komt hier. De vogel. Eens even kijken, waar is de vogel? Hier. Maar hier gaan we nog wat mee doen. Maar heb ik dat? Ja. Goed, dat doe ik wel eventjes buiten beeld. Dat is wat handiger. Die vogel had ik namelijk ook al voorbewerkt. Oh, ik ben nog wat vergeten bij die vogel. Sorry hoor. Ik moet aan zoveel dingen denken. Ik ga hier weer overheen met mijn Versamarker. En daar komt de beeswax overheen. En dat wordt jullie zo duidelijk waarom dat ik dat doe. Nou, dit is makkelijk, want die gaat gewoon zo in de pot. Nog één keer dan. Oh nee, straks nog een keertje.
Zagen jullie wat er gebeurde? Die hele mooie laag eroverheen. Goed. Wat ik heb voorbereid is dit. Kijk, de vogel zit in een, hoe noem je dat? Een cirkel van echt roestig ijzerdraad. Dit is dus echt. Echt roest. Daar heb ik gewoon 3 cirkels van gemaakt. En de vogel er doorheen gedaan. Hier zit een dingetje in van Tim Holtz. En hier zit een dingetje aan. Allemaal dingetjes. Live, love and love. En die komt hier. En deze, die ik jullie net al liet zien, die komt er zo achter. Ongeveer zo. En door het stukje papier zit ook weer een verroeste, echt verroeste veiligheidsspeld. Dus dat is echt roest. Dus we hebben nu echt roest gemengd, gecombineerd moet ik zeggen, met de roest van de baked texture. En werkelijk, je ziet amper het verschil. Ik zou bijna zeggen, je ziet niet het verschil. Dus dit is de, zeg maar, de kaart, de collage, zoals die gaat worden als die op elkaar zit. Hij zit nu op elkaar, maar ik moet hem nog in elkaar lijmen. Ik heb achter de vogel de 3D foam squares geplakt van 3L. Deze zijn echt super. Het is eigenlijk het enige woord wat ik ervoor heb. Ze kleven verschrikkelijk goed. Ze laten nooit los. 2 formaten. Dus je hebt altijd de goede voor wat je nodig hebt. Dus deze zou er, deze gaat er zo op. Als ik de rest heb bevestigd. En dan laat ik jullie even zien. Dat zal ik straks buiten beeld doen. Want dit gaat natuurlijk eventjes weer tijd kosten. En dat is een beetje jammer. Ik laat jullie wel even zien hoe ik dit heb gedaan. Daarvoor heb ik iets voorbewerkt, voorbereid. Even kijken waar die is. Hier. Ik wil zeggen, dit kan nooit heel ver weg zijn. Ik heb hier alvast het woord Freedom opgestempeld in patina-oxide. En dan laat ik jullie nu zien hoe je dat, hoe je dat prachtige effect krijgt van de beeswax. Ik ga weer mijn marker pakken en ik ga net langs de letters, waardoor je eigenlijk een mat maakt achter je tekst. Dus net als dat je je kaarten mat, mat je nu ook je letters. Dus ik ga er gewoon omheen en ik laat een klein stukje vrij, waardoor het woord straks er meer uitspringt. Zo. Je kunt zien waar je geweest bent, want het papier wordt daar iets donkerder. Nou zorg ik even dat het overal even dik is. En dan pak ik de andere kant en dan ga ik iets ruimer eromheen. En verder ga ik dan weer met de dabber. Want die is, zoals ik al zei, voor de grote oppervlakken. Ik vind het niet erg als die her en der niet geëmbost wordt. Een dop erop. En mijn grote pot. Dan had ik daar ook zo'n mooi labeltje bij. Ja.
dan gaan we toch echt de laatste keer de föhn aanzetten. Nou. Daar komt hij hoor, nog één keer. Dan moet hij eigenlijk eventjes afkoelen. Dat doen we dan maar even zo. Maar jullie kunnen nu heel goed zien wat ik bedoelde met een soort van mat om de letters heen. Voor de kaart heb ik hem iets smaller gemaakt. En daar gaat er dus, dan gaat er dus een veiligheidsspeld, een verroeste veiligheidsspeld doorheen. Maar wat ik ook aan het maken ben, is een label. En die heeft al een bestemming. Oh, ik ben trouwens nog wat vergeten. Oké, doe ik zo direct. Deze had ik nog liggen. Ik was eigenlijk aan de voorkant bezig met dit. En toen bekeek ik de achterkant. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. Dat is mooi. Die is dus, dat is gewoon een chipboard label. We werken met gilding wax. En die lag gewoon nog te wachten. Kijk, en daar ga ik dat, zeg maar dat hekwerk, die ik net heb gedaan met die patina oxide opdoen. Dan komt deze daarop. Zo. En vervolgens komt daar de klem op van de mal waar we vorige week mee hebben gewerkt. Ik geloof dat het vorige week was met Mirjam. Maar het kan ook al die week ervoor zijn. Oh ja, dat was de week ervoor, want vorige week stonden we in Rijswijk. Dus deze komt dan, even kijken hoor, ja, dat is altijd een beetje passen en meten natuurlijk. Dus dat ga ik straks allemaal weer buiten beeld doen. Deze komt dan zo en dan komt de vogel die ik net heb gemaakt. Maar dan weer op dezelfde manier als dat ik hem hier heb gedaan. Er zo overheen. Nou, ik ga straks een, als ik hem af heb, dan maak ik natuurlijk even een goede foto. Het is nu nog een beetje rommelig, omdat het niet allemaal strak zit. Maar jullie hebben zo wel een aardige indruk, denk ik. En zie hoe mooi ook de baked textures combineren met onze wax. Dus dat is weer een geweldige combinatie. Dat wist ik niet van tevoren, maar soms lopen dingen gewoon zoals ze lopen. Dus dit ga ik afmaken buiten beeld. Deze ga ik ook afmaken. Tenminste, hij is klaar natuurlijk, maar hij moet nog even in elkaar geplakt worden. Ga ik ook buiten beeld doen. Want daar hebben jullie allemaal helemaal niks aan als ik dat zit te doen in beeld. Even kijken hoe dit zit. Zo. Nou ja, zo had ik dat gedacht. En wat er dan nog naast komt, is ook een stukje metaal. Is ook echt roest. En die doen we dan nog hier. Dus die knip ik dan straks nog eventjes op maat. Kun je gewoon doorknippen met een schaar. En zeker met de Tim Holtz schaar. Ik zal het gelijk maar even doen. Hij moet daar door de midden. Hop. Die komt daar. En de rest ga ik in elkaar plakken. Dus nu hebben jullie de hele opbouw van de kaart gezien. Ik denk dat hij nog ietsje daar naartoe moet. Nou, jullie zien het resultaat straks. Nou ja, straks, ik weet niet wanneer dat wordt. Maar leuk wordt hij zeker. Ik zal hem nog eventjes omhoog houden. Dit wordt dan het eindresultaat. Nou, ik hoop dat jullie dit weer een leuke uitzending vonden.
Ik zal deze er ook nog even naast leggen. Zo. Dat het weer de moeite waard was van het kijken. Ik ga alles weer inpakken. Ik ga dingen afmaken. Maar ik ga zo direct ook naar COSA. Want er moeten nog bestellingen gepakt worden. En Max en Renate komen straks terug. Dus dan moeten er weer spullen gepakt worden voor de beurs die morgen weer meegaan. Ik hoop het vanavond allemaal af te krijgen. Maar jullie gaan het wel zien. Want ik post het natuurlijk ook wel op Facebook en in de nieuwsbrief. Want die gaat er morgen weer uit. Volgens mij ben ik niks vergeten. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En ik denk wel tot volgende week. Ja, zeker tot volgende week. Want dat... Ik ga het nog niet verklappen. Gewoon. Volgende week is het 7 december. Volgende week vrijdag. En... Ik denk wel dat ik wat leuks heb in petto. Dus... Hou het allemaal in de gaten. Nogmaals, fijn weekend en dank voor het kijken. Dag!